10 seconds remaining. Een goedenavond allemaal en welkom bij Dutch Dota, bij deze spannende match, de laatste match trouwens van de JDL, derde division Western Europe. En wat wacht het me toch een spannende match? We hebben namelijk Asterion Netherlands en de Lowlands Lions, die ook Nederland zijn. 10 heuze Nederlanders die tegen elkaar gaan strijden om... Ja, om eigenlijk de winnaar te worden van deze league. Want beide teams staan op het moment, als ik me niet vergis, 14-2 in de JDL. En er is nog één ander team, Autumn Red, die staat 15-3. Dus een puntje meer. Wat dus betekent dat als er iemand 2-0 wint vandaag, dan is die eerste. En het team wat dan 2-0 verliest vandaag... Die komt derde te staan. En alleen de eerste en de tweede in deze league mogen spelen voor een kans op promotie naar de tweede divisie. Dus het wordt een verdomd spannende match. Ik ben een triller. Blue Eye, mijn co-caster voor vanavond. Hoe zit het met jou? Ik sta helemaal te trippelen om te kijken naar deze match. Als dat woord is. Trippelen, ja. Ik zit ook helemaal alsof ik aan de pillen zit. Ja, nee, dat valt wel mee. Goed, het is dus inderdaad, de spanning is te snijden, of te scheuren, nee, hij is vandaag ziet te snijden. En zoals ik al zei, dus Asterion Netherlands tegen de Lowlands Lions, een match waar menig Nederlandse Dota-speler, die een beetje in de pro-scene interesse toont, toch wel naar heeft uitgekeken, toch Blue Eye? Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, sommigen herinneren wel dat dit ook nog een hele spannende match was bij de Reality LAN. Ja, klopt. Dat is alweer een maand of twee geleden. Hebben deze teams elkaar al een keer ontmoet in de Flash. Op de LAN Party, die grootste van Nederland, de Reality LAN. En dat was ook een klein Dota toernooitje, had je gelijk. En daar hebben deze twee teams ook al tegen elkaar gespeeld. En als ik me goed herinner, heeft Asterion toen verloren, toch? Ja. Dat hebben ze zeker. Dat hebben ze zeker. Nou, ik moet zeggen, de draft ziet er heel interessant uit, Henkmans. Laten we even een kijkje nemen. Ja, inderdaad. We zijn nu al die match hier aan het hypen, maar laten we maar inderdaad direct kijken wat er zo wel gebeurt in de draft. We zien dat Team Asterion, die de Dyer pakt in match 1, die band de Undying en de Slaughter. Toch wel twee hele sterke... Ja, sterke meta-heroes in deze patch. En de Lowlands Lions tegenover, die bannen als eerste de enorme nighttime visiongever, Nightstalker en de Doom. En ja, we hebben het... Ik weet niet of je de vorige match van Asterion gezien hebt, maar die hebben me toch een stukje geowned in match 1 met de Tiny Wisp combo. En hij komt gewoon door hier. Denk je dat dat met opzet is gebeurd? Dat de Lowlands Lions zoiets hadden van, kunnen we wel mee omgaan? Of denk je dat ze het gewoon hun huiswerk niet gedaan hebben? Of misschien een andere reden, Blue Eye. Wat denk jij? Nou, persoonlijk denk ik wel dat Lowland Lions een team is dat hun huiswerk doet. Vooral de captain. Vazalor is iemand die zich goed voorbereidt op zulke matches. Dus die weet waarschijnlijk wel dat de IO Tiny combinatie van als Team Asterion ongelooflijk sterk is. Dus ik ben benieuwd wat voor strategie hij daar tegenin heeft verzonnen. En de Viper lijkt daar al een kleine counter tegen te zijn, die we hier hebben opgepakt. Ja, en we zien ook dat Asterion nog de Winter Wyvern band, de support die heel veel physical damage te niet kan doen. En wat Tiny toch wel, ja, late game. Ja, ik moet zeggen, early game is het voornamelijk zijn magic damage burst. Maar ja, late game wil je inderdaad niet dat die 10 klappen van Tiny kan tegenhouden, zo'n... Een Winter Wyvern heal, zeg maar. Dus wat dat betreft op zich een hele goede support om te bannen. En het is natuurlijk die ulti van Winter Wyvern. Ik bedoel, een stun van... Wat is het? 3 seconden of zo? Die door BKB heen gaat? Nou, gemeen is het hoor. Ja, 3.7 seconden als ik het goed heb. Dus de Winter Wyvern het vooral goed tegen de relocates. Want de Io en de Tiny zullen dan altijd heel dicht naast elkaar staan. Dus dan heb je ze altijd te pakken tijdens de curse en dan kan je meteen de IO afmaken. Ja, telt zeker mee, telt zeker mee. Goed, en dan zien we dat de Lowlands Lions inderdaad voor de Darkseer en Viper als first picks gaan. Ja, beide toch wel redelijk tiny
redelijk tanky, tanky helden zo. De Viper met zijn, ja, die meestal toch wel mechanism gaat en zijn passive. En dan heb je de Darkseer die van nature al flink wat armor heeft. Dus, ja, zou die, komt hier misschien de Darkseer Vanga offlane combo? Zou dat gebeuren? Want die is ook heel sterk. Daar heeft Asteron me zelfs een keer zelf voor gewaarschuwd. Van ja, die Darkseer Spiritbreaker combo is echt vies gemeen. Ja, die Spiritbreaker kan dan heel hard gaan. Ja. Met zijn Ion Shard. En de Darkseer is waarschijnlijk de hero die in deze game de mech gaat bouwen. Ah ja, dat zeg je wel natuurlijk. Het hangt er vanaf wat voor strategie Lowland Lions gaan toepassen met deze picks. Ja. Daar zeg je wat, Blue Eye. En we zien ook dat Asteren verder nog wat extra lockdown band. En dat is de Bane. Ook een stun die in principe door BKB heen gaat. Die de ultimate van Bane. Mm-hmm. En we zien dat Lowlands Lions voornamelijk de... Ja, de snelle farmers doet bannen. Je hebt een Ember Spirit die heel flexibel is over de hele map. Ik bedoel, die is ook... Ja, Lowland Lions wil niet zien dat er nog meer rondgesprongen wordt op de hele map door de Asterion. Goedenavond allemaal. Oh. En welk... En daar hoorden jullie mij heel even dubbel, want de streaming live en ik had geluid niet uitstaan. Mijn excuses. Oeh, ik schrok mezelf kapot van mezelf. En, ja, de gyrocopter, ook iemand die in een teamfight heel wat kan uithalen. Dus, maar goed, Asterion kiest uiteindelijk niet voor een carry, want die worden geband door de Lowland Lions. Maar kiest voor een redelijk, ja, disrupting support. Kaboom. Ja. De disruptor ziet er voor mij vooral uit als een deny pick. Aangezien die hero zelf ook best goed is tegen de Iotiny combinatie. Dat klopt. Misschien kunnen ze daarmee ook de Darkseer terugklimpen, want voor de rest is hij vooral voedsel voor de Viper. Nou ja, de Viper heeft wat dat betreft ook weinig escapes. Dus als je dan een glimpse of een kinetic field goed speelt op Viper, dan heb je in ieder geval de tijd om extra, om door die tankiness van de Viper heen te mappen. Misschien is dat het. En ja, de ultimate van Disruptor is natuurlijk ook nog steeds een ziekelijk... Ja, zeker als je de Aghanim Scepter versie van die Disruptor hebt, van die Static Storm, dat is al helemaal om te... Dan jeukt het je, jongen, als je daarin gevangen wordt. Stel je voor, je bent een Viper en je wordt geclimpsed en je bent net te laat. Ik bedoel, dat gebeurt mij dan. Ik weet niet of dat op dit niveau gebeurt. Met je BKB te activeren. En je belandt op een gegeven moment in zo'n Kinetic Storm. En dan kan je helemaal niks meer. Dus is... Dan... Oh, wel, vies. Dan heb je inderdaad een vreselijk leven. Ja, precies. Trouwens, volgens mensen hier ben ik moeilijk te verstaan. Is dat op een manier te fixen, denk je? Ja, ik ga jou gewoon iets harder zetten qua volume wat bij mij binnenkomt. En gaan we eens even kijken of dat wat uitmaakt. Interessant. Ik heb je al wat harder gezet. En eens even kijken, we zien ook de Witch Doctor pick trouwens van Lowlands Lions. Ja, als je alleen een Tiny en een Wisp hebt. En die cask die komt daar fatsoenlijk tussenin. Ja. Mm-hmm. Yeah. Kan nog wel eens een tricky situation opleveren voor Team Asterion. Een hele goede support pick van de Lowlands Lions. En hier zien we een pick... Ja, je reageert dus net al enthousiast. En ja, die zien we bijna nooit. Een Necrophos pick bij Team Asterion. Yep. Wat is deze, Blue Eye? Wat gaat hiermee gebeuren? Nou, wat ik tot nu toe zie is een Tiny die niet dood kan. Met, je hebt de IO heals en dan heb je nog Necrophos heals er ook bovenop. En het is ook vooral handig om een hero van Lowland Lions gewoon van het spel te verwijderen met zijn hele sterke ulti natuurlijk. Ja. Maar dat wordt dan denk ik een safe lane Necrophos, als ik het zo zie. Ja, daar lijkt het wel. Want Tiny Wisp, die gaan toch wel heel vaak met. Mm-hmm. En ja, Disruptor, dat wordt de support. En dan een core Necrophos. Ik hoop dat we het te zien krijgen, want het is echt geweldig vet. Ik bedoel, een support Necrophos, dat werkt niet zo heel sterk, naar mijn idee. Dus, Nee. Nee, daar heeft hij te veel levels of farm voor nodig. Ja. Maar goed, we zien Lowlands Lions hier voor de Phantom Lancer gaan. En... 10 seconds remaining. Ja. Ja, wat vinden we daarvan? Wat is daar de gedachtegang achter? Je hebt natuurlijk de Doppelwalk. Wat ervoor kan zorgen dat je wellicht een hele combo van Tiny kan ontlopen. En
Volgens mij, nee. Ik denk niet dat je de Disruptor Glimpse kan dodgen met een doppelwalk. Want zelfs Puck kan hij niet dodgen met zijn face shift. Ik weet... Hey, ik heb dat persoonlijk nog nooit geprobeerd, maar... Volgens mij werkt alleen BKB en de Rage van Lifestealer en alles wat Magic Immunity geeft. Of Manta. Volgens mij kan dat nee, bij Manta staan. Nee, Manta volgens mij ook niet. Maar goed, nogmaals... Detail. I could be wrong. Hier een hele goede ban van Team Asterion, trouwens. De laatste ban. Dat is een silencer ban. Die hun team momenteel helemaal had kunnen stoppen. Tot nu toe zie ik wel dat Lowland Lions vooral heroes hebben die allemaal best goed zo tegen een relocate gank. Dus het wordt vooral een Team Asterion hier om een goed teamwerk bij elkaar te halen. Schrapen? Halen? Ja, om ervoor te zorgen dat ze die kills kunnen pakken, want ze zijn allemaal best tanky. Ja. Dus ook de Phantom Lancer, die volgens mij die krijgt ook met zijn ulti extra... Oh nee, dat is niet meer. Ik dacht heel even dat hij extra magic resistance kreeg, maar dat was de oude juxtapose, toch? Juxtapose. In ieder geval dat deze het niet geeft, gelukkig. Nee, inderdaad. Maar goed, het zijn wel nog steeds Darkseer. Die kan snel wegrennen. Je hebt de Viper, die is van nature gewoon redelijk tanky. En de PL, ja, dat is in principe ook wel een slippery hero. Dus, De Relocate Gangs, ze worden nog spannend. En we zien ook dat Asterion hier voor de laatste pick een Tusk pakt. Ja. Dat wordt dan denk ik de solo offlane. Daar lijkt het wel op. Dat betekent dat Disruptor de Necroforce mag proberen te ondersteunen in zijn safe lane. En ja, de Tusk pick ook natuurlijk gigantisch sterk. En het is wel zo dat ook Tusk is redelijk gevaarlijk tegen een Witch Doctor. Want die brengt vaak ook helden zo dicht bij elkaar. En dan dat is de Kask. Ja, precies. En de Kask. En de Earthshaker is dan gevaarlijk, want iedereen staat er bij elkaar. En de Darkseer, die heeft er ook baat bij als iedereen bij elkaar staat. Dus... Ik weet het niet. Ik vind het voornamelijk een hele frisse line-up wat we zien. Van beide teams trouwens hoor. Het is dus lekker niet de normale meta waar iedereen mee speelt. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik vind het vooral spannend. Ja. Ik moet zeggen, de Tusk is hier vooral de setup voor Relocate. Die ze nog echt misten. Behalve dan een Ja, een extra stun is altijd wel prettig. Ja. Goed. Dus heel even zorgen dat mijn... Overlay klopt. Totdat, kijk eens aan. Prima. Dan gaan we heel even snel de teams voorstellen. Ik zal de Lowlands Lions op de Radiance wel even doen. We zien dat Clothespack de Viper pakt. En die gaat er dan waarschijnlijk met mee. Dan zien we Pezzalor op de Earthshaker met een neusring. Die dus vind ik toch mooi gesmerk. Dan zien we kijken. De Darkseer wordt gespeeld door Lyrix. Dan hebben we de Phantom Lancer, die wordt gespeeld door Rokin. En Thijs, die mag de Witch Doctor gaan spelen. Thijs. Goed, Blue Eye, aan jou de eer om Team Asterion voor te stellen. Nou, op de Dire Side hebben wij Team Asterion. De mensen die we bij de Witch Dota wel iets persoonlijker kennen. Maar dat maakt niet uit. We hebben Juiced op de Necrophose, die waarschijnlijk de safe lane gaat. We hebben Yoshi's South System, of voor ons Yoshi, op de IO. We hebben Mouse, die we ook wel kennen als kunstgras, op de Tiny. Afwasmiddel op de Tusk. En als laatste, Ape Froggy op de Disruptor. Inderdaad. Goed, en even kijken. We zien tot nu toe zien we het hele team van Team Asterion hun eigen jungle inlopen. En we zien ook dat daar de Darkseer al het poolcamp geblokt heeft met een Sentry Ward. En ook zijn lane ward, of ja, in ieder geval een anti-gank ward heeft neergezet. Die tevens ook het poolcamp blokt, als ik het goed heb. Die ward zou net moeten blokken, ja. Ja, ik dacht het ook. Eens even kijken hoor. En we zien inderdaad dat Team Asterion die verwacht, of ja, die wil niet gegankt worden. En beweegt nog steeds als 5. S5. En het team van de Lowland Lions hier staat de bottom rune te contesten. En dat kan nog wel eens gevaarlijk zijn met een Earthshaker in je team. Dan kan je nog wel eens wat klaarspelen. Maar zoals het er nu naar uitziet, zullen de runes 1-1 worden gedeeld. Beide teams hebben hele goede level 1 opties. Behalve dan de IO zelf. Dus zullen ze de runes vooral aan elkaar geven. Ja. Iedere midspeler zijn rune. Verder zien we ook dat Team Asterion een bomen hier heeft kapot gemaakt in de jungle.
Dat zal de IO gaan gebruiken om te gaan stacken voor de Tiny. Ja, inderdaad. Zo kan je makkelijker... volgens mij kan je dan heel simpel dubbel stacken, twee camps tegelijk. Waardoor dat de Tiny daar nog sneller kan flash farmen. En eens even kijken. Maar we zagen ook trouwens dat de Tiny de Bounty Rune opraapte en de Wisp niet. Dus dat betekent dat de Wisp niet gelijk al zijn bottle heeft. Lijkt me hier belangrijker dat je Tiny een goede start heeft. Die Wisp, die bottle, die komt vanzelf wel aan op de courier over een paar seconden. Zoals je ziet, in de midlane hebben we even Thijs op de Witch Doctor die de Viper helpt in de eerste paar levels. Wat me ook handig lijkt, aangezien Viper dan nog geen goede corrosive skin levels heeft om de Tiny harass aan te kunnen. Ja. Zeer zeker waar. En we zien dat Lyrix het moeilijk heeft op de Darkseer op top. Die kreeg flink wat harassment van de Disruptor die level 1 Thunderstrike is gegaan. Mm-hmm. En ja, je denkt die 40 damage is niet veel, maar je krijgt wel 4 keer op je nakkes, hè. Dus level 1 Thunderstrike is heel sterk. Heel sterk, inderdaad. Je verwacht het niet, maar het doet echt zoveel damage. Op bottom dan. Ja, Necrophos. Oh, bottom. Afwasmiddel krijgt het misschien nog moeilijk, want we zien Earthshaker, die kan hier een mooie vis op plaatsen. Gask. Oh, hij dodged daar de stun met een snowball. Heel mooi gespeeld van afwasmiddel. En die komt daar gewoon weg. En dat was heel veel geïnvesteerd door de Lowland Lions. Wat een play van die Tusk, hè. Netjes. Ja, die snowball dodge was gelukkig net op tijd. Anders was hij waarschijnlijk doodgegaan daar. Ja, dat was heel tricky. En tussen, zoals je al zei, is de Wisp hier aan te stacken. Even kijken of daar dan de double stack, of die gaat lukken. Sowieso is daar een medium camp al. Botlane? Bot. Nee. Ze hadden een smoke gebruikt om nog een keer te proberen te gaan op afwasmiddel, maar hij had het op tijd door. En er is niks aan de hand. Oh, dus een hele smoke weggegooid. Ja. Nou, we zien dat de Wisp het wederom probeerde trouwens om te stacken, maar het hardcamp, dat lukte maar niet om te stacken. Hij ziet dan telkens dan nog toch een seconde te vroeg mee volgens mij om die te poelen. Dus, ja. Maar de medium cam is ondertussen een triple stack, dus dat hebben ze dan wel weer. Oh. Ja, de hardcamp probeer je wel altijd als eerste te stacken, maar nog steeds lastig hoe makkelijk het er ook uit kan zien soms. Inderdaad. Oh, we zien dat... Oh, gaat daar de Wisp dood? Is dat First Blood? Ja. Yep. Dat is First Blood op de Wisp. Nou, en die gaat ook nog eens naar Viper toe. Dat is heel even spieken hoor. Dan heeft Viper ondertussen 600 gold. Dus dat betekent... Oh, en hij activeert hij zichzelf. En dat betekent dat hij weer full AP zit. Dat is een mooi begin voor Cloakspec op de Viper. Dat wordt... of een snelle mech of... Nee, het lijkt op een magic wand. Wat hij gaat bouwen hier. Inderdaad een goede start voor de Viper, iets wat hij zeker nodig heeft, aangezien Viper de lane moet winnen om verder in het spel nog nuttig te blijven. Ook zien we dat de Dire in een safe lane heeft geprobeerd de ward weg te halen die de camps hebben geblokt. Ze hebben er één gevonden, die van de mini, de small camp, kunnen ze nu poelen als ze willen. Maar de ward bij de big camp hebben ze niet kunnen vinden. Nee, maar ik weet ook niet of dat heel veel voor ze uitmaakt op het moment. Oh, we zien dat Lyrix hier agressief achter de Disruptor aanloopt. Ah, dat... Maar dan krijgen we de heal van de Juice, van de Necrophos. Oh. En dat is voldoende om ze tot leven te houden. En Darkseer kreeg nu aardig wat tikjes van de tower. En dan is iedereen hier low op in de top lane. Dus dat wordt nog spannend. Op mid gaat Maus op de Viper af. Oh. Tos terug, maar dankzij de tether van de IO komt hij niet in tower range. En... was het trucje naar het tos terug onder de toren net niet gelukt. Ja. En we zien hier dat deze Earthshaker, die gaat volgens mij camps blokken. Ja, die gooit daar een sentry neer op de hardcamp. Want die weet, deze Tiny mag niet te snel farmen. Dus dat poelen moet nu afgelopen zijn, dat stacken. En dat is ook maar slim ook, want anders wordt die Tiny inderdaad heel dik, heel snel. Je wil niet dat de Tiny te snel te groot wordt. Je wil... Je wilde dat je hem altijd nog kan controleren. Tot die Tiny blijft. Ja, precies. Oh. Oh, snap. Goed. Op mid wordt wat gepinkt. Volgens mij wil Maus daar weer initiëren. Maar helaas. Lijkt me niet een kill die je kan pakken. Nee, Viper heeft al level 3 corrosive skin en dan staat een Earthshaker achter. Ja, bijna level 6 trouwens ook al. Erg gevaarlijk. Maar als we kijken naar de last hits.
en de denies. Dan zien we dat beide safelaners bijna even veel last hits hebben. Maar we zien de Phantom Lancer wel ervoor zorgen dat hij ook 20 denies heeft. En dat betekent dat Tusk nog steeds pas level 3 is met zeer weinig gold in de pocket. En, maar ja, Juiced, die heeft ondertussen wel eens een threats. Maar die heeft de... Viper strike op mid. Oh, inderdaad. Goed gezien. Los terug naar de toren. Oh, gaat Mouse hier nog neer? Ja, net wel. Oh, maar is dit slim om hier nog op af te gaan? Oh. Oeh, ja, ze hebben wel nog de Viper, maar of het nog slim was om daar ook nog je Tusk tegen aan te gooien. De Wisp, die komt hier wel nog weg. Ook nog maar net trouwens. Ik denk dat die zich gaat denaien aan de creeps. Of niet? Of toch of niet? Of hij laat zo'n flesje vullen door Tiny. Nee, hij gaat gewoon terug naar base. Hij loopt gewoon netjes terug. Maar goed, toch de counterkill. Dat betekent dat de Viper heel even weg is. En Tiny doet die 3 seconden lang even farm op mid. Ja. Ja, je zag dat Tusk net niet genoeg mana had om zijn Ice Shards te gooien. Waardoor de Viper nog zijn right clicks kon gebruiken voor de counterkill. Dat was zeer jammer. De Wisp was hem nog aan het healen, maar het was niet genoeg. We zien Earthshaker nog steeds wachten. In de hoop dat hij daar iets kan klaarspelen op mid. Maar hij loopt langzaam terug. En, hij wil ook graag die stacks de weg zitten. Ja, dat is zeer zeker zo. Eens even kijken. En de last hits. Nu komt er toch wel een steeds groter verschil tussen de Necrofoss en de Phantom Lancer op de safe lane. Die echt een hoop free farm heeft. En die ondertussen al 1600 gold in de pocket heeft. Zou dat een quick defusal worden? Daar lijkt het op. Misschien een Boots of Travel om mee te split pushen. Dat is ook een beeld waar sommige Phantom Lancers voor gaan. Hele goede vision trouwens op mid van de Radiant team. Die weten precies dat er een rotation zit. Er zit hier een disruptor op mid. Dat hebben ze lang gespot dankzij die ward. En die ward zal waarschijnlijk ook gespot worden die Yoshi net heeft geplaatst. De Earthshaker heeft alles door. Ja, en nu zien we dat Apefrog op de disruptor recht op de ward zit. Dus we zien de Viper dan ook redelijk defensief zich nu positioneren op mid. Mm-hmm. En dat is toch een hoop verloren tijd van de supports. Ja, en die First Blood die de Viper had, heeft hem een goede sprong in net worth gegeven. Die staat nu zelfs bovenaan, ook al zou je dat niet denken als je naar zijn last hits kijkt. En vooral de double kill van net heeft er ook heel veel aan bijgedragen natuurlijk. Bovenaan staat de PL. Oh, niet meer. Ik denk dat tot er dan iets fout was in je getallen. Lijkt mij. Ja, dat lijkt mij dan maar ook. Oké. Okay. Ja. Ja. Top lane staat er altijd nog veel druk op de Necrofoos, maar... De reden van deze pick is nou ook ietsje duidelijker, want hij heeft zijn heal en zijn sadist ability waar hij de spam van Darkseer mee kan weerstaan. Ja, dat is zeer zeker waar. Die heeft wat dat betreft, kan hij zichzelf uphouden. Maar we zien wel dat Earthshaker nou ook op top zit, met een DD rune. En hij tikt langzaam door dankzij Hardstopper. Maar daar komt de Fissure en dan denkt dat Juiced hier gedag kan zeggen. Even... Double Iron Shell. Oh? En de Double Damage Earthshaker slaat hem neer. Ja, inderdaad. Ja, de Earthshaker heeft tot nu toe heel veel goede rotaties gemaakt. Heeft, nadat hij de Tusk bijna neer had op bottom is hij mid gaan zitten, heeft hij geholpen aan de double kill voor Viper en nu zie je hem top. Hij is prima aan het roteren tot nu toe. Ja, zo zien we dat de Lowlands Lions op het moment de overhand hebben qua kills. Maar ja, de match ligt nog zo ver open. Je kan er niet echt zeggen wie er nou eigenlijk de winnende hand is. Ja. Dus Tiny nu erg laag, maar dat komt omdat hij stacks aan het farmen is. En die stacks zijn trouwens... Zijn die sentries al verlopen alweer? Ja. De sentries zijn alweer weg. Wat vliegt de tijd. Ja, de Tiny komt nu goed terug met dankzij die stacks. Staat alweer iets minder ver achter. Maar de Phantom Lancer zit nog steeds comfortabel bovenaan met zijn... 4000 net worth. En hij heeft inderdaad Boots of Travel gekocht. Wie, de Phantom Lancer? Yes. Godverdomme, hé. Ja, die wil dan ook de hele tijd blijven farmen. Io en Tiny gaan voor een kill. Ze zijn gesmoked in de Radiant Jungle. Gaan ze die Witch Doctor backstabben? Daar lijkt het op. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat Witch Doctor hier niet van wegkomt. Dat is een easy kill. En nou dan, die PL.
komt hij ook nog neer. Hij wordt gespot, hij wordt gesloten zelfs. En nou zipt hij terug. Oh, maar ze gaan erop af hoor. Ze gaan er allemaal achteraan. Heel netjes gespeeld, maar de stun is nog niet daar van de Tiny. Hij heeft ook geen mana meer. Oh, hij heeft er nou wel gebruikt trouwens, nu ik zie. Maar ja, krijgen ze daarom... Ja, Wisp krijgt nog de kill op de Viper. Misschien ook de PL nog? Er is een glimpse. Oh, de glimpse terug. Hij heeft hem gedodged. Hij heeft hem gedodged, dat kan dus wel. Oké. Okay. Ja. Super dik. Wat een play van die PL inderdaad. Godverdomme, dat wist ik dus echt niet. Wauw. Heel goed gespeeld daar van Asterion, maar Lowlands Lions die outplayed daar. Of ja, die outplayed, die speelt gewoon hartstikke goed uit daar. Ja, is het nog steeds waard voor Asterion? Want bij hun gaat alleen de Io dood. Zelf hebben ze een kill op de Witch Doctor en de Viper. En Tiny zit bij beide kills, dus zijn farm gaat nou lekker hard. Iets wat ze zeker nodig hebben om deze game nog te kunnen winnen. Een hele vette Tiny. Een grote Tiny. Een big Tiny. Ja. Dus even kijken, we zien ook inderdaad dat de Darkseer de mechanisme gaat bouwen. En dat betekent dat Viper dus wat meer geld heeft voor andere items. En je ziet hem dus Power Threads maken en een Ring of Aquila. Maar hij heeft ondertussen ook alweer en een Band of Elven Skill en een Belt of Strength. Dus ik zou bijna zeggen dat hij Sanji Yasha gaat. Ja, dat gaat hij zeker. Oh, relocate op top. De Darkseer heeft een probleem. Die gaat niet overleven. Nee, zelfs de Fisher. Een drieman Fisher, dus wat dat betreft niet verkeerd. Maar het was niet voldoende om die kill te stoppen. En dat betekent toch weer een kill voor het IO Tiny team. Ja, relocate is online. Wordt meteen nuttig gebruikt. Zeker, zeker. Oh, maar hier dan. Oh. Yes. Hier, daar komt de casket. Level 3 casket. Maar de neutral creeps. Inderdaad, de neutral creeps vreten de casket bounces. En daardoor heeft Tiny genoeg ruimte gekregen om zijn combo af te krijgen. En is de Witch Doctor easy food voor die... Even kijken, ik denk dat ondertussen bijna een dubbel level 4 nuke is. En zo... Komen de kills toch langzaam richting de Tiny weer. En de spirit van Io zorgde ervoor dat de neutrals een bezoekje kwamen brengen bij die gank. Waardoor ze waardoor het mooi om hebben kunnen draaien. Lijkt alsof Phantom Lancer de bottom tower ondertussen even aan het pushen is. Ja, die krijgt hij wel. TP van Dusk, gaan ze er iets tegen doen? En die gaat blinken naar Roshan, blijkt het. Yes. Maar dus... Oh! Netjes, netjes. Tusk lukt het toch nog uiteindelijk om de PL dood te krijgen. De PL was aan het wachten om de snowball te dodgen. Maar ja, de snowball die rolt lekker door. Ook al dodge hem. Dus ondanks de gemiste avalanche van Tiny, toch nog een kill op de PL. Die redelijk greedy die toren nog wilde pakken. Dus, inderdaad. En zo staat de score ondertussen weer 6-6. Tussen beide teams. En staat het hele spel nog open. Spannend! Zeker. Spannend. Tiny heeft zijn geld gebruikt om een Blade Dagger te kopen. Die gebruikt hij om daar op de Phantom Lancer te springen. Mist helaas dus een avalanche. Ja, inderdaad. En, hadden we hem niet eens aangekaart. Ja. En het lijkt dus alsof de PL aan het wachten was op de snowball, waardoor hij daarna weg wou springen. Maar de Tusk hield zijn snowball ook goed vast. Waardoor die PL min of meer dood was. Een smoke bottom. Weer de Tiny en de Wisp. Dus dat betekent dat ze nou met die smoke waarschijnlijk iemand kunnen... Oh! Oh! Tiny toch. Michel toch. Oh. Tiny. Je moet weten rookie dat... Rookie mistakes. De pressure is big. Maar hier dan de Wisp. Die heeft een probleem. Die is de Wisp dood. Heeft een heel veel probleem. Maar... Oh, toch niet. Oh, de hele goede tether. Goeie Komen ze er allebei nog weg? Hier is een relocate van Tiny. En zoals het er nou uitziet... Wil Tiny terugkomen met Wisp? Alhoewel? Ja. Juiced is in de buurt. Ze oh my god. Ze doen het gewoon. Wel heel brutaal. Oh. Necrophos ult weet niemand te deleten. De Viper is nog steeds neer. Dit was voor Team Asterion nog steeds een redelijk goede fight, zo te zien. Want alleen de Wisp is overleden, helaas. De Necrophos ulti had niemand gekillt, maar zorgde wel voor een solide stun op de Viper, waardoor hij toch wel een tijdje niets kon. En die is ook mouse. Overleden trouwens. En
Zag ik daar nou een fountain glimpse? Dat was een fountain glimpse, inderdaad. Oeh, en dan zien we toch nu die Tiny Whisper online is. Dat er heel agressief gespeeld wordt door Team Asterion. En de... Ja, de... Ja, ze blijven maar kills maken met die Tiny Magic Damage. Ja, de early burst van Tiny is iets waar heel veel... Nou, bijna elke hero in de game gewoon niet tegenop kan. En als er een Tusk en dan nog een Necrophos achter zit die door Tiny blijft healen... Dan is dat een moeilijk ventje neer te krijgen. Ja, dat kun je wel zeggen. Dus even kijken, we zien tot Necrophos trouwens een Vitality Booster en een Staff of Wizardry in de pocket heeft. Dus die, als ik me niet vergis, gaat dan voor een Rod of Aethos, voor die extra slow. Wat, ja. Ja. Als je die cast op Phantom Lancer en hij doet dan doppelwalk, is hij hem dan kwijt? Ja, hè? Volgens mij wel. Oké. Okay. Maar in principe, iedere andere held, die niet gesurged is door Darkseer, die is daar redelijk susceptible for ganks dan. Ja, en het is natuurlijk... Op Necrophos, die extra intelligence en de extra health boost die je krijgt van de Rod of Aethos, is toch echt wel 350 health extra. Ook zei de Aethos, heb je meestal genoeg moves om nog een death pulse en je ult af te krijgen, dus voordat ze wegrennen. Iets waar Necrophos vaker moeite mee heeft, is dat... Op mid. Oh, mid. Tiny, komt hij nog weg? Nee, Tiny is deze keer dood en de Wisp denk ik ook, ja. Hier was heel goed geanticipeerd door de... Wat was het? De Earthshaker. Ja, met een hele mooie Fissure die daar de Tiny vastzette. En zelfs de Wisp kon hem niet meer redden. En die heeft daar ook zijn leven voor moeten geven. Dit is heel pijnlijk. Heel pijnlijk voor Team Asterion. Want de streak die Tiny had opgebouwd is naar de Phantom Lancer gegaan. En die heeft daar dus mee een stuk 420 de broekzak kunnen steken. En ze hebben de Tier 1 Toren metgepakt. En wat wij net hadden over hoe Team Asterion goed de druk op Lone and Lions wist te houden en hoe ze goed de ganks wisten te verzorgen, verliezen ze nu weer flink wat geld. Ja, dat is zeer zeker waar. Maar Necrophos heeft daar dan wel redelijk wat ruimte gekregen op top en die is nu level 11 en heeft zijn Rod of Aethos af. Dus wat dat betreft is de Necrophos heeft hier wel weer iets uitgehaald. Dus voor Asterion zijnde was het niet... Ja, het was natuurlijk een slechte engagement. Het is niet wat je wil hebben. Maar not all is lost, zullen we maar zeggen. Want Necrophos heeft nog doorgefarmd. En Disruptor heeft trouwens mana boots. En is denk ik een sparen voor een Force Staff. Voor die extra range en die extra mobility. Maar vooral tegen Viper. Ja, maar de pushing power van een Darkseer... En een Earthshaker en voornamelijk die PL met Boots of Travel zorgt er wel voor dat er alle tier 1 zal neer zijn van Team Asterion. Dus wat dat betreft is hij lastig. Team Asterion zijn gegaan voor een toren wel. Zijn nu mid aan het pushen. Ja, maar krijgen ze die nog? In de hoop dat ze er iets uit halen. Dat is de vraag. Want de Fissure die kan nog wel eens hier problemen opleveren. Ja, verdedigd is dit. Ja, toren verdedigd. Ja, en binnen de Nine Range, maar... Ja, hij wordt ook nog gedenied ook. Kijk eens aan. En als je dan kijkt naar de Goldcraft, dan zie je hoe Team Asterion na die paar ganks opeens een flinke voorsprong hadden, maar dat ze die voorsprong nu weer hebben ingeleverd. Zeker met de torens die neergaan. Oh, maar dat terzijde. We zien een smoke. 5-man smoke. In de Radiant Jungle. Oh, en ze vinden... Oh, maar een Invis Viper Room! Is Invis. Oh, en deze Visser breekt het hele spel op. En er wordt nog een ult gegooid op de Viper, maar of het voldoende is... Oh, nee, daar komt de Witch Doctor ult. En zo is het een, ik denk een 4 voor 1 gaat dit worden. Ja. 3 voor 1. Dus komt nog weg, maar hij heeft niet getypied naar Fountain. Vraag me niet waarom. Zou wel niet gedubbelklikt hebben op zijn TP. Ja, hij typiede op de Ancient. Maar, Witch Doctor heeft hem niet doodgekregen met zijn Malediction. Maar de Invis Viper breekt de smoke. Ja. Laat heel Team Asterion zien, Fissure eroverheen. En als je dan een Static Storm op Viper gooit, die heeft daar op zich best wel scheid aan. Als ik ja, was misschien een beetje panic ult van Disruptor, omdat hij het niet helemaal goed had gezien. Maar ja. Ik zelf zou enorm in paniek geschoten zijn trouwens. Ik zou echt... Ja. daardoor kon Tiny wel de Earthshaker vermoorden. Oh, Darkseer. Tijdens de search is hij gestunt door Tiny, kan hij wegrennen, is de vraag. Tiny blinkt. Oh, de jukes. 3 jukes? Dat werkt niet, dat staat een award. Dat was wel een hele goede vacuum daar. En ondertussen zit er alweer een Viper achter die getypied is. Dus ja, dat dan wel geforceerd, maar geen kill
Voor die de Tiny hier. Dus eens even kijken, Tiny is het wel al bijna. Oh, dus. Afwasmiddel trouwens. Bishop Block? Nee. Ah, die komt wel weg. Hij heeft daar zijn Frozen Sigil. Wat ervoor zorgt dat hij net wat meer movement speed heeft om weg te komen. Dus goed gespeeld van afwasmiddel. Of ja, goed overleefd van afwasmiddel. En we zien hier een Phantom Lancer, Sneaky. Wachten volgens mij. Niet wachten op Tiny. Dat is niet degene die wilde killen, denk ik. Want dat lukt hem niet. Nee, dat gaat heel moeilijk worden voor een Phantom Lancer. Daar heeft hij nog niet genoeg farm voor om de Tiny 1-op-1 te kunnen manfighten. Nee, we zien ook dat Phantom Lancer trouwens voor de Vladimir's is gegaan. Ja, dat pingen werkt dus. Wat? Maar dit. Ja, dat kan je doen, dat kan je doen. Handig. Kijk, Witch Doctor Casual Cloak tegen de burst damage van de Tiny. Niet verkeerd natuurlijk. En Tiny, die heeft nou bijna, of heeft hij hem bij elkaar? Die heeft hem. Ja, dat is zijn Aghanim's. Dat zorgt voor net die extra pushing power en die farming potential natuurlijk met die cleave nu. Dus eens even kijken, Tiny level 13 al. Als we kijken naar de levels van alle heroes, zien we dat Tiny bovenaan staat samen met de Viper. Allebei level 13. En daaronder. Het is wat dat betreft redelijk eerlijk verdeeld. Alleen de Wisp is een leveltje hoger dan alle andere supports op level 9. Maar goed, Earth zeker heeft wel een level 4 Fissure. Oh, ze gaan op PL. Top lane. Oh, maar komt PL daar weg? Hij gaat voor de TP. Oeh. Te veel damage van de Tiny. Ja, double right click, hè. Ondertussen in botlane is de rest van Team Lowland Lions gaat voor de tier 2 push. Ze zagen net 3 heroes top, dus deze toren zal vallen. Ik denk het wel, ja. En ja, de hopen van Team Asterion liggen nu echt vooral op de Tiny. Die is het meest gefarmd van heel de game. Ook al staan ze zelf achter in gold. Deze Tiny, wat we bij de draft ook al een beetje aankaarten, is dat deze Tiny veel moet gaan doen. Oh, maar nu dan? Wordt hij gegankt hier op top? Ja, lijkt erop. Ja, ik denk wel dat het nog eens heel erg gevaarlijk kan worden. Oei, dan had de Tiny bijna nog een tweede kill, of nog een kill uitgehaald. Maar het was dan wel een, als ik het me niet vergis, een 5-man rotatie. Zeg ik dat goed? 4, volgens mij. De Phantom Lancer was er niet. Oh ja, die was dood inderdaad. Dus een 4-man rotatie. Maar goed, wel weer de hard carry en zijn parasiet, zijn partner inderdaad uitgeschakeld. En dat is eigenlijk wat je wel wil hebben tegen deze Tiny Wisp combo. Zeker waar. En een combo van Lowland Lions die we nog niet hebben besproken is de Vacuum into Echo Slam. Ja, die en daar met heel sterk was. Die was voor heel veel schade, omdat ze allemaal bovenop elkaar staan met de Aftershock damage. En de Maledict. En de Malediction. Ja, die ze net ook eroverheen gegooid werd. Ik denk niet dat ze per se nodig hadden, maar goed, als je een fatsoenlijke 3-4 man combo hebt, dan is het wel echt heel ziek. Dan is heel Team Asterion is neer, als het dat lukt. Maar ik denk, zodra dat Team Asterion met wat meer man gaat vechten dan alleen de Tiny Wisp, dat het misschien nog spannender kan worden, want de Necrophos, die is in een teamfight, kan veel uitmaken hoor, met een paar keer een Death Pulse in je team, die extra heal. En ook de Tusk, die voor Guardian Greaves is gaan zo te zien. Tenminste, dat lijkt me verstandig, want Tusk heeft nog wel eens wat mana-problemen. Dus de Guardian Greaves maken de mechanism toch wel net wat goedkoper dan. Ja, en het lijkt hier een soort Mexican standoff te hebben in top. Want beide teams kunnen elkaar volledig zien met wat goede observer wards. Ja. En een Frozen Sigil in de bomen. En het lijkt me vooral dat de Tusk de opening moet openen met de aanval. Zeg maar de initiation moet brengen in het team. Ja, maar ik denk niet dat je wil rollen in een Fissure. Dus ik denk niet dat Asterion op dit moment veel kan doen tegen deze push. Maar ja, als de Lowlands Lions te ver doorpushen, is het ook weer gevaarlijk voor hun. Dus je ziet dat de Viper gewoon de hele tijd zit te slaan met zijn extra damage op Nevertoxin. En de PL die heeft de dodge, dus die pakt uiteindelijk de laatste op de toren. Maar goed, wat zegt Team Asterion dan? Dan pakken wij gewoon bottom tower en dan pushen we even lekker door. Dus maar ja, nu moet Maus gaan oppassen, want er zijn rotations. En hij blinkt op tijd weg. Dus. Ja, 2 TP's bot van de Darkseer en de... Oh, relocate op top. Relocate. Viper, wat doe je hier alleen? Oh, maar zoveel damage nog. Wisp.
is... Oh, de Mac. Houdt hem in leven. Ja, maar... Hier beneden dan? Oh, ja. Ook nog. Oh, alhoewel. Ik weet niet dat hij er zit. Tipi? Oh, netjes hoor. Niks dus aan de hand. Lowlands Lion was wel nog even aan het zoeken. Ze hadden het wel in de gaten. Hij moet hier volgens mij ergens zijn. Maar, ja, toch een kill op de Viper, wat zeer belangrijk is, want die stond bovenaan de Netherd bij het team van de Lowland Lions. En Tiny kon ook alweer wat gold gebruiken na zijn kill, zijn death op top, dus... Hij won ondertussen weer 3000 gold, dus wat dat betreft mag hij niet klagen op zijn Blinkdagger en zijn Aghanim Scepter. Dus wat gaat Tiny nu bouwen? Het lijkt volgens mij op een Assault Cuirass. Je hebt iets nodig om de Phantom Lancer neer te kunnen slaan en om de Viper ook te kunnen manfighten. Tegen die twee heroes heeft hij nog... Hij heeft al 12 armor, dat is waar, maar... Dus die meer HP lijkt me geen goed idee. Dus een plate mail op Necrophos, dat wordt dan een Shivas, denk je? Ja, dat lijkt me wel. Ja, lijkt me ook wel. Die Rot of Athos van Necrophos hadden we het over dat dat handig is om iemand bij in de buurt te houden. Maar dan moet je wel afvragen, hoe goed is dat tegen Darkseer Surge? Ja, maar daar had ik het in het begin al over. Dus je kan alleen zeg maar iemand pakken die niet gedarkseer searched is. Anders remt hij alsnog weg. Maar ja, desalniettemin een zeer solide item op Necrophos. Het maakt teamfights ook. De chase maakt het een stuk sterker natuurlijk. Dus op mid Tiny wordt hij hier gepakt. Nee. Hij is wel flink gesloten hoor, maar... Daar is zijn buddy Wips to the rescue. Nice. Ja. En Earthshaker heeft nu ook zijn Blink Dagger. Dus die kan zich goed verstoppen. Zodat hij een voor de Vacuum Echo Slam combo's. Die ja, van dat zou kunnen komen. Zolang Earthshaker deze Blink Dagger niet laat zien, kan dat nog wel eens als een grote verrassing komen voor Team Asterion. Die nu weer een tier 2 zit te verdedigen. Maar ja, eigenlijk ook wel niet. Want de teamfight van Lowland Lions is zo sterk. En je ziet ook dat heel team Lowland Lions hiervoor nodig is om dit klaar te spelen. Ja. Dus wat dat betreft winnen ze wel objectives. Maar je ziet de Tiny Wisp, die zie je op bottom nog steeds farmen. En Tiny, die zich nou zijn Hyperstone gekocht heeft en zijn recipe van zijn AC. Volgens mij heeft hij hem bijna compleet hoor. Wat zit op de courier? Een plate mail. Dat is hij moet top. Alleen zijn chainmail nog. Oh ja, chainmail. Ja, inderdaad, de teamfight van Lowland Lions is op het moment te sterk. Daar heeft Necrophos nog net niet genoeg ipes voor. Nee, en als Necrophos ook gestunt wordt, dan kan die ook vrij weinig meer, hè? Daarom. Ik bedoel, zo enorm tanky. Ja, goed, hij heeft zijn plate mail. Allee, dat kan je dat wel zeggen. En het lijkt alsof ze voor de Tiny willen gaan. Oeh, weten ze dat hij hier zit? Ze hebben geen vision. Nee, Tiny is ook langzaam gewoon zelf terug gaan lopen. Die heeft gewoon hier wat liggen farmen. Want ze wisten, we kunnen toch niet fighten op midden als ze echt doorpushen op high ground. Daar is Lowland Lions volgens mij ook nog net niet klaar voor. Nee. Dus, wauw, de AC inderdaad op Tiny nu. High ground voor Lowland Lions, dat vereist nog een de Wombo combo, wat die we al hebben besproken. Met de Echo Slam en de Vacuum op 5 heroes. Met een... Ja goed, het is inderdaad zo, als de Lowland Lions gewoon een perfecte combo afkrijgen, dan kan Asterion vrij weinig meer doen. Dus dan denk ik ook wel dat ze minstens een lane of twee van Rex verliezen als ze een teamwipe hebben. Oh, Tony. Die visser. Het was niet slecht geprobeerd hoor, absoluut niet, maar... De Tiny had een goed plekje gekozen om uit te typen hier bij de Vision. En, zo zie je wel dat Lowlands Lions eigenlijk vanwege die sterke teamfight ook de hele tijd als 5 over de map gaat. Terwijl het Team Asterion toch telkens wel 1 of 2 man zo kwijt kan. En toch iets meer farm krijgt wellicht. In ieder geval Tiny, die wordt niet geshutdowned. En we zeiden het al, hij heeft in de early game heeft hij zijn magic damage. Maar nou met die AC... Kijk, hij slaat hard. Ja, hij begint toch hard te slaan. Het is een boom, maar het is wel een steen wat die boom slaat. En ondertussen... ondertussen wordt hier een Rose gepakt. Kan Team Asterion hier iets tegen doen? Weet Team Asterion? Volgens mij wel, want ze zitten lekker bij elkaar. Maar... Zeker.
Misschien is het ook wel defensief dat ze zo bij elkaar staan. Dat ze denken dat ze misschien... Oh, nou weten ze het sowieso. Er is een smoke seizoen. Ja, deze Roshan gaat naar Team Lowland Lions. Ja, daar zijn ze te laat voor om er iets aan te doen. En dit is wel precies wat de Team Lowland Lions nodig heeft om iets brutaler te durven pushen. Ja, dus, ja wat je zei. Dus als ze de hele tijd met z'n vijf rondlopen. Als je kijkt naar net worth en vooral experience. Zie je dat ze steeds meer geld en experience weggeven. Omdat ze zo dicht bij elkaar blijven staan. Ja, je ziet inderdaad dat de XP... Daar heeft Asterion toch net wat meer. Nog steeds niet zo heel veel hoor. 4 à 5000 is wel wat. Zeker 30 minuten. Maar qua net worth staan de Lowlands Lions nog steeds bovenaan. Dus in principe is alles nog wel open hoor. Maar de net worth is maar 1000, iets minder dan 1000 gold verschil. Dus deze game is zeker close. Oh. Oh, Tiny. Dat is het hele enemy team waar je aan bekijken bent. Tiny had er wel nog een kill uit. Dus ik snap niet waarom Earthshaker überhaupt nog daar zich mee ging bemoeien. Dus hij haalt de Earthshaker nog met zich mee. Dat dan weer wel. Maar als we kijken naar deze fight, dan zien we dat het een meer dan 1000 XP change is voor de Lowland Lions. Want ja, ze hebben ook wel een heel juicy target gepakt in die Tiny. Die met 15.000 net worth ver bovenaan staat. Dat is de kill die je moet hebben als je Lowland Lions bent. Je weet dat de Tiny gaat split pushen. Dus dan wacht je totdat hij komt en dan pak je hem zoals ze hier deden in de top lane. En ze gaan nu meteen naar de tier 3 mid. Ze weten Tiny moet buyback of we pakken in ieder geval de tier 3 toren. Daar lijkt het wel op, maar heeft Tiny zin om daar geld aan uit te geven? Er wordt een Nether Strike gegooid op Io, die dan heel slim, maar niet heus, een Ghost Scepter activeert. Ja. Ja, dat is... Waar. Waarschijnlijk voor de extra right-clicks van de Viper. Ja, misschien ook wel. Oh. En nu dan op de Necrophos. Er komt heel veel heal door. Dus die Maledict die doet niet veel meer. En ze kunnen het toch volhouden zonder buyback. En, want ja, je hebt de shards van Tusk en Juice die toch af en toe naar voren durft te stappen met een Shiva's Guard activation en een Death Pulse. Wat ervoor zorgt dat de creeps toch nog worden neergehaald hoor, van de Lowland Lions. Dus, hebben de ze tiny goed kill. Goed high ground defense inderdaad. Ja. En zo zien we dat op bottom lane er heel ver door is gepusht door de creeps van Asterion. Maar daar is de Phantom Lancer al. Die denkt, oh lekker juicy, lekker veilig, hier ga ik farmen. En het feit dat de Lowland Lions ook als 5 bewegen hier, betekent ook dat die relocate gangs eigenlijk geen optie meer zijn voor de Team Asterion. Want... dat overleeft de relocate gewoon niet. Dat is zeker waar. Dus... Dat is ook een van de manieren hoe je tegen een Tiny speelt. Het is of je gaat 5-mannen. Dus je blijft de hele tijd bij elkaar in de buurt. Zodat relocate vrij weinig kan doen. Of je gankt juist de Tiny en de Isle. Ja, en zodat we zien vertel maar door, sorry. Zodat, sorry Blue, zeg maar... ik was een beetje te door je heen lullen. Nou doe ik het gewoon weer. Maar zeg maar, nou doe ik het niet meer, vertel. Het is zeg maar, als je een van de andere drie heroes van Team Asterion gaat proberen te ganken, dan heb je altijd nog de dreiging van de relocate die er overheen komt. Maar als je de Io en de Tiny zelf weet te ganken, dan is er nooit hulp die je kan arriveren. We zien trouwens dat de Phantom Lancer nou nog eens een Manta staal heeft gemaakt. Dat maakt de split push nog iets sterker. Maakt ook dat die... ijzerrijk. Wat kan je dan nog meer dodgen? Oh. Oh. Disruptor. Jij bent heel erg dood. Ja, die Disruptor is inderdaad heel erg dood. Geef wel eens de ulti weten af te krijgen, maar daar komt vrij weinig van. Oh, de Tiny. Vermoord hij daar het hele team van... Het hele team, behalve de Phantom Lancer, want die zit rustig nog op de Necrophos te slaan. Necrophos heeft helaas de verkeerde Phantom Lancer geriept, maar die had toch een Aegis, dus dat maakt niet uit. Viper probeert de manfighten, maar de Tiny is gearriveerd en hij is aan het slaan. Zo, en dit is een teamwipe voor Team Asterion. Er was een buyback, als ik me niet vergis. Maar volgens mij vergis ik me wel. Geen buybacks. Nee, geen buybacks inderdaad. Ik vergis me inderdaad. Uitstekend gespeeld van Team Asterion. Ja, de Io en de Tiny die slaan de achterste linies neer. Dus de Earthshaker en de
de Witch Doctor, zodat die niet kunnen helpen. En dan draaien ze zich om de tanky carries ook met z'n vijven af te maken. Ja, wat mij trouwens opviel wat grappig was. Ik zag Tiny proberen te slaan op die Viper die een Talisman of Evasion had. En hij sloeg mis en hij sloeg mis. En Viper had ook nog eens een keer zo'n BKB geactiveerd. Maar toen kwam die Phantom Lancer weer tot leven. Maar die heeft geen evasion. En toen begon Tiny daarop te slaan. Had hij met Cleave had hij die Viper te pakken. Want hij kon Viper zeg maar niet raken omdat hij evasion had. Dat, ja, had hij pech. Goed opgelet van de Tiny. Ja, of gewoon mazzel dat hij tot die Phantom Lancer dichterbij stond. Maar goed, toen had hij op een gegeven moment de Viper te pakken. Dus mooi meegenomen, zullen we maar zeggen. Maar Tiny, die trouwens nou zijn BKB heeft... Heeft hem in zijn vorige fight nog niet geactiveerd, want volgens mij heeft hij die pas net binnen. Heeft hij net gekocht, ja. Dus dat betekent ook geen super ravages meer van die Witch Doctor. De Vacuum, die gaat ook niet door spell immunity heen, als ik me niet vergis. Nope. Geen slow meer van de PL. De Wall ook niet. De Wall ook niet. En geen stun meer van de Earthshaker. Dus Tiny, bijna niet meer te stoppen. Dus nou wordt het puur uit elkaar lopen van Lowland Lions, denk ik, om hier nog... Tiny in... double damage trouwens op Tiny. Double damage. En de smoke. En ze hebben zijn BKB waarschijnlijk nog niet gezien, dus... Demasterion gaat die meteen proberen iets uit te halen. Op de Viper, als ze die krijgen... Of de Darkseer, ook een mooi target. Darkseer is neer. Viper is ook neer. Viper die overleeft het denk ik ook niet. Hele mooie Echo Slam, maar bij lange na niet voldoende. En dit is een 3-man kill. Oh. Tiny heeft scheid aan de Death Ward. Ja, best wel, maar toch. Boah, dit is de kracht van de BKB en een hele mooie smoke gank. En alleen de PL leeft nog. En nou krijg je de zeik dat Tiny zo hard kan pushen met die Aghanims en de Wisp naast zich. Tot ik denk dat als hier geen buybacks zijn, en die zijn er niet voor de Lowland Lions. Geen buybacks. Tot er minstens een Lane of Rex is. Misschien zelfs twee. De tier 2 torens zijn er nog. Misschien zelfs... Oh nee, ze gaan gewoon voor de base. Ze gaan voor de GG. Oh, ruiken ze het misschien dat er geen buyback is? Als je ziet geen buyback, dus dan zeg je van... Geen buyback, stop de enemy. Gaan gewoon voor de throne. En dat lijkt te werken. Ja, over 4 seconden zijn er weer 2 extra helden tot leven. Maar of het voldoende is, dat is een tweede. Tiny heeft zo een BKB. Back wall. Tiny is gewoon rustig op eentje aan het slaan. Ja, maar nou wordt het nog moeilijk hoor. Doet hij het? Lukt het? Ja hoor. Demasterion, heel netjes gespeeld. 1 fight gewonnen tijdens het verdedigen van de eigen base. Vervolgens BKB kopen met z'n allen door mid, met de smoke. En dan tier 2, tier 3, Rex. Tier 4's en de base gewoon in 1 push, maar dat is verdomme Tiny. Dus, alweer de Wisp Tiny van Team Asterion. Rete sterk. Earthshaker heeft trouwens super goed gespeeld met Ganks en het team van de Lowland Lions. Wat dat betreft echt ook patch af voor Team Lowland Lions, want ze hadden het echt redelijk goed te pakken in het begin. Maar ja, Team Asterion dan toch met, ja, was het allemaal het plan dit? Ik weet het niet, maar... Eén goede fight. Ja, één verschrikkelijk goede fight inderdaad. Ik, 1-0 voor Team Asterion. Dat betekent, wilt Lowland Lions überhaupt nog promoveren naar de tweede division van de Join Dota League? Moeten ze deze winnen? Wat betekent dus dat er een 1-1 komt tussen deze twee spelers. En tot die samen met het Team Autumn Red alle drie de eerste plek innemen van de JDL. En dan moeten ze nog eens alle drie tegen elkaar spelen om uit te maken welke twee spelers... mogen meedoen aan de playoffs om te kunnen promoveren überhaupt. Dus. Dat wordt nog een hele belangrijke tweede game. Ja, inderdaad. Heel belangrijk. Nou, bedankt voor het co-caster trouwens, Blue Eye. Want we gaan heel even switchen van co-caster, zodat iedereen eens een keer aan de beurt kan. En dadelijk krijgen we Nisoba als co-caster... het was hartstikke gezellig. We zien je zeker nog een keer terug, want ik vond het heel erg leuk. En ja, Blue Eye, nog laatste woorden? Blijf vooral kijken voor de tweede game, want dit wordt een spannende pot. Ja, dit wordt zeker een spannende pot. Zeker voor de Lowland Lions. Team Asterion zit al met 1 been in de playoffs. Dus tot zo bij match 2.